We zijn hier in het Amstelpark. Stuff kennen jullie natuurlijk al. 28 juni zijn wij hier weer. En dat zijn we niet voor niets, want daar gaan wij de hondenmarathon lopen voor de stichting Roemeense Zwerfhonden. Stuff's Roemeense buddies kunnen jullie hulp goed gebruiken. Ondanks dat Stuff niet meer de jongste is, gaan wij 4,2 kilometer hardlopen voor de Roemeense honden die geen baasje hebben en die het dus zonder baasje moeten redden. Er zijn meerdere dingen die je kunt doen om Stuff en mij, maar bovenal de zwerfhonden te helpen. Het sponsoren van mijn team. De volledige donatie komt ten goede aan de honden in Roemenië. Het zelf opstarten van het team en jezelf door zoveel mogelijk mensen te laten sponsoren. Tot slot heb ik nog ruimte voor 4 mensen die met of zonder hond met mij in Team Stuff willen meelopen. Maar wees er wel snel bij, want er zijn maar 4 inschrijvingen mogelijk. Zorg ervoor dat je er zeker van bent dat je er 28 juni bij kan zijn en dat je van tevoren zoveel mogelijk sponsoren weet binnen te halen. Omdat Stuff al wat ouder is en last heeft van zijn rug, gaat het ons niet om de snelste tijd, maar om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Hopelijk doneren jullie gul, maar vergeet niet, ook kleine bedragen maken een hoop verschil. Voor 100 euro kan al een leven gered worden van een zwerfhond, maar voor slechts 10 euro kunnen 10 zwerfhonden in Roemenië behandeld worden tegen parasieten. Omdat ik graag iets terug wil doen voor degenen die geld hebben gedoneerd, zal ik onder de donaties 2x2 tickets voor Dreamfields weggeven. Ik ga ervan uit dat we daar samen kunnen vieren dat we een hele hoop geld hebben binnengehaald voor de stichting Roemeense Zwerfhonden. Voor de helden die in Stuff's team mee willen lopen, staat na afloop een bierkaart. Vergeet ook niet je familie en vrienden te vragen om Team Stuff Featuring Frontliner te sponsoren. Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp en vergeet dit bericht niet te delen. Oké, buddy, let's do this. High five. Super braaf.